Het merkwaardige liedje van UB40 over de rat in mijn keuken. Ja, de zomerspelen, die beleven hun laatste dag. Nou, toen ik dat hoorde, toen krabde ik mij voorzichtig om mijn hoofd. En ik denk, de zomerspelen? Waar vindt dat plaats? Wat is dat in vredesnaam? Ik weet niet hoe het Laurens Steink is vergaan, maar die is er in ieder geval. Wist jij dat er zomerspelen aan de gang waren, Laurens? Goedemorgen, Peter. Wist ik dat er zomerspelen gaan? Ja. Ja, en of ik dat wist, maar waar ik nou precies ben aanbeland, dat weet ik ook niet. Weet jij het? Waar ben ik nu? Op het zomerkamp van Partout. Het zomerkamp van Partout. Wat is Partout? Partout is een BSO voor kinderen. Als de ouders werken, kunnen zij daarheen. De buitenschoolse opvang. Maar dat is dus als jullie geen vakantie hebben en naar school zouden gaan, want nu heb je vakantie natuurlijk, dan gaan jullie na schooltijd gaan jullie naar de BSO. Ja. Maar nu heb je vakantie en dan moet je alsnog naar de BSO. Ja, maar dan gaan we leuke dingen doen. Oh, is dat leuk? Ja. Vraag mij van iedereen. Ja, vindt er iemand het niet zo leuk? Oh, er gaan toch nog twee vingers omhoog. Die zeggen, nou, ik vind het niet zo leuk, hoor. Maar wat voor leuke dingen gaan jullie doen dan? Vandaag gaan we een GPS-speurtocht doen. Wat is... Ja, dat ken ik dan weer niet. Wat is dat? Een GPS-speurtocht is dat een soort apparaat waarop je kan kijken waar je heen moet. Oh, dan krijg je een soort van tom-tom wat ik in de auto heb. Dat krijg jij dan mee voor onderweg en dan ga je een speurtocht mee doen. Ja. En dat is leuk, natuurlijk. Dat snap ik wel. Ja. Ja, nou liggen er buiten ook wat spullen. Wie kan me dat vertellen? Daar ligt iets wat volgens mij moet worden opgeblazen, of niet? Wie weet dat? Wacht even, kom ik even naar jou toe. Dan moet ik allemaal tussen... Wat, hoeveel kinderen zijn hier, Laura? 120 kinderen hebben we. 120 kinderen? Ja. Hoe hou je die allemaal een beetje rustig ook? Nou, daar hebben we hele kundige medewerkers voor. En alle kinderen hebben een t-shirtje aan in de kleur van hun eigen vestiging. Zodat we ze ook allemaal een beetje uit elkaar kunnen houden en we makkelijk groepjes kunnen maken. Want het zijn allemaal kinderen van verschillende vestigingen. Die komen nu een aantal weken, eigenlijk dan een aantal dagen bij elkaar, om samen die zomerspelen mee te maken. Ja, klopt. De eerste twee weken van de zomervakantie vieren we dat met z'n allen. En komen alle kinderen vanuit Arnhem en ook uit Leut hier naartoe. En uit Duiven. Om met z'n allen de vakantie te beginnen. Ja, dan moet ik toch even proberen langs jullie heen te komen. Hallo, goedemorgen. En jullie delen een stoel. Goedemorgen. Ja, dat klopt, hè. Mag ik er even langs? Zo, een beetje achterlangs wurmen. Want jij kon mij vertellen wat er nou buiten ligt, wat nog opgeblazen moet worden. Ja, dat is een stormbaan en daar kan je een wedstrijdje doen tegen elkaar. En die moet nog opgeblazen worden. Stak jij nou net op de vinger op toen ik zei van wie vindt het nou niet zo leuk? Ja. Vind je het niet zo leuk dan? Nee. Stormbaan. En waarom niet? Ja... Dat kan ik niet zo goed uitleggen. Je was liever gewoon thuis geweest? Ja. Ja, dat kan natuurlijk. En zijn er nog mensen, kinderen die nog op vakantie gaan? Ja. Jij gaat wel op vakantie, als goedmakertje. Waar ga je heen? Naar Bosnië en naar Kroatië en nog naar een paar zwemparken. Jeetje, dat klinkt als een hele wereldreis. Waar ga jij heen? Ik ga naar Frankrijk. Frankrijk? Gaan jullie nog op vakantie? Waarheen? Ik ga naar België. België? En waar ga jij heen? Naar Spanje. Spanje. Nou, dan allemaal goed oefenen met die GPS zometeen. Dan kun je dat alvast een beetje intikken. En dan, als je dat niet zo leuk vindt, dan kun je alvast vooruit gaan. Dan ben je er alvast. Veel plezier vandaag, hè, allemaal. Doei! Doei! Zeg maar dag, Peter! Dag, Peter! Dag, kinderen! Je klinkt als Sinterklaas. Ja, hè?